hoe is het gevoel dan nu? Want op een gegeven moment, je bent de winnaar, dat ging niet meer. Ja. Toen heb je jezelf toch weer opnieuw uitgevonden, volgens mij. Daarvoor ben ik natuurlijk ook gestopt. Want ik werd gewoon een plaag natuurlijk, ook voor iedereen om me heen. Weet je, dat gewoon geen zin meer. Was je dan mentaal? Ja, kijk, als je natuurlijk altijd wil winnen en uiteindelijk gebeurt dat niet meer. Ja, dan voel je natuurlijk dat je een beetje opvulling bent tijdens die toernooien. En dat heb ik nu het afgelopen jaar natuurlijk ook meegemaakt. Ik heb geplaatst voor alle majors, maar daar ga je eerst eronder zitten. Omdat er gewoon enorm goed gegooid wordt tegen je. Ja, dat geeft je wel te denken van moet ik nog verder? Wat moet ik nog doen? Maar ik vind het nog veel te leuk. Ik hou er gewoon echt van. Darts is echt al jarenlang een van mijn grote liefdes geweest natuurlijk. Ja, het winnen is minder makkelijk geworden. Nou ja, inderdaad. Maar het is nu wel zo verder dat je ook naar het financiële plaatje moet kijken. Kijk, win je een paar rondes en je doet het een jaar hartstikke goed. Dan kan je er echt wel goed van leven. Ja, dat is beter dan de tijd toen je net doorbrak eigenlijk. Ja, ik moest vroeger 7, 8 partijen winnen en had je 50 gulden gewonnen. Dus. Ja. Dus uit die tijd kom ik nog. Dus, maar dat is ook belangrijk is om voor jou nu om dat nu weer te doen. Dan ga je iets minder in je hoofd voor de overwinning, maar meer voor... Ik kan het een goed plekje geven. En daar ook van nog wel gesteund voor mijn vrouw Julia. En net dus, getrouwd, toch? Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. September getrouwd in Cyprus. Een fantastische dag geweest. Echt geweldig. Mooie foto's gemaakt. Schot in de roos, zeg maar. Ja, ja zeker. Mag ik eens vragen? Ja. De boel. Ik lees dat je heel veel traint, dat zo duidelijk. Maar hoe kun je nu beter worden in jouw vak? Ja, natuurlijk door te winnen. Ja. Maar hoe kun je nu... is er ook zo dat bij heel veel sporters... Vooral niet te veel te drinken, denk ik. Nee. Je ziet het in heel veel sporten. Een nieuwe generatie die net wat harder lopen of net wat beter kunnen. Is dat in jouw sport ook? Wat ik vind, je moet wel op een gegeven moment doorzettingsvermogen hebben. Je moet wel een plan hebben voor jezelf. Als ik tegen jonge spelers die waar ik dan mee in aanraking kom, dan zeg ik, hoe doe je dat? Ik zeg, je moet wel dromen van een wereldtitel. Ik heb dat ook echt daadwerkelijk gedaan. Ik heb ook gedroomd dat ik echt die bekers optilde. Mm. En uiteindelijk werd dat werkelijkheid. Ja, en daar moet je gewoon alles voor opzij zetten. Ik heb mensen meegemaakt die tegen mij zeiden, morgen om 8 uur opstaan om even een Open Groningen te gaan spelen. Ja, rot even lekker op. Ja. Dat doe ik niet. Nou, ik deed dat dus wel. Maar een volgende dag liep ik weer met mijn tas post om 6 uur te bezorgen. Ja, dat moet je er wel voor over hebben. En uiteindelijk ging dat de goede kant op vallen. Maar je moet nog steeds hard werken, hoor. Ik ben nu bijna 40 jaar in de dart. Ik ben 56. 40 jaar? Dus vanaf mijn 17e jaar speel ik in feite al. Dus, maar hoeveel uur per dag train je dan? Wat moet ik aan denken? Ja, het is wisselend natuurlijk. Je reist ook veel. Ja. Nu vandaag heb ik 4, 5 uur getraind. Wat train je dan? Nou ja, voornamelijk teambeurten scoren, zeg maar. Proberen 1100 punten te halen. Maar ook 5-0. Je dubbel 16 lukt even niet de laatste keer, begrepen, nee, toch? Nee, dat klopt. Ja, dat lukt wel vaker. Jouw favoriet niet. Maar is dat toch? Maar daar is geen verklaring voor. Kijk, als jij thuis staat te trainen, is net zoals dat je op een penalty traint. Je moet dat ineens voor 80.000 mensen doen, dan gaat hij er niet in. Doe dat maar eens met 11.000 schevende fans daar, weet je. Dan moet je wel je kop een beetje... Hoe lang was het geleden dat je bij de Players Championship Finals was? Dat is vorige week. Dan ging het dus mis. Maar dan was je daarvoor al een tijdje niet meer geweest, begreep ik? Of? Nee, ik heb natuurlijk... vorig jaar heb ik er ook geweest. Maar op zich ga je graag naar plaatsen toe. Bijvoorbeeld nu het WK, dat zit altijd in mijn hoofd, weet je. Dan wil je het altijd goed doen. Maar zo'n plek als Minehead vorige week, daar wil je niet doodgevonden worden, geloof me. Nee. Dat is, maar hoe boos ben je dan op jezelf als je het vorige week mist? Nou ja, het is meer schaamte. Hè? Je schaamt je een beetje. Je denkt, ik doe er alles voor. En fans zijn geweldig altijd. En schreef altijd mijn naam. En supporters. Ja, dan ga je wel goed spelen. Maar je verliest dan met 6-3. Ja, dan ga je toch weer met staart tussen je benen. Ga je natuurlijk weer naar je hotelkamer toe. En de volgende dag boek je weer een vlucht. En dan ga je maar weer naar huis. Om uiteindelijk de volgende dag daarop weer gewoon weer keihard te trainen. En de volgende keer maar beter te doen. En een keer op een andere manier te werk gaan. Out of the box. Een nieuwe methode toepassen. Doe je dat wel eens? Of probeer je dat ook wel eens? Ja, ik denk dat het ook voornamelijk wel fitter worden. Dat natuurlijk ook wel belangrijk is. Je bent een stuk fitter dan een aantal jaar geleden, volgens mij. Goed, ik ben 30, 35 kilo afgevallen. Ja. Maar daardoor wordt je stabiliteit natuurlijk ook anders. Ik was vroeger gewoon gezet, weet je. En 135 kilo. Ja, toen was ik dat in één keer zo zat. Dan denk ik, het gaat elke keer... Maar je staat wel een goede balans. Je stond als een huis. Ja maar kijk, als ik die tweede Big Mac wilde eten... of die milkshake, nam ik die gewoon. Toen kreeg ik diabetes. Ja, toen kon dat niet meer, weet je. En ook mede door die diabetes krijg je een ander voedingsplan. Is jouw sport vooral een mentale sport? Ja zeker. Ja, tuurlijk. Je moet gewoon zo voorbereid zijn. Je moet de wil hebben om te winnen. Je moet echt... Ik ben ook helemaal van social media af, hè. Daar doe ik al 3 jaar helemaal niks meer mee. Hoop je toch ook niks voor al die ellende? Nee, maar je wil ook geen berichtjes lezen als je daar op het podium staat. Dit of dat, weet je, of ernstige ziektes die je toegewenst krijgt, dat moet je allemaal niet in je systeem hebben. En daarvoor onderhoud.
nu alle social media en ja, de goede berichten komen aan. En ja, de slechte maar zij kan het ook niet lezen, neem ik aan, want ze is Engels al, toch? Ze is Engels, maar ja, dat tegenwoordig kun je via Google heel veel vertalen. Ja, hoor. Nee, dat is ook waar, maar dat moet ze helemaal niet doen. Al die ellende is helemaal niet goed, nee, toch? Maar daar gaan we ook niet op in, joh. Dus ander telefoonnummer genomen door de loop der jaren, weet je. Dus ja, die wordt ook niet meer lastiggevallen. Dus dat is natuurlijk wel lekker. En ik kan me best voorstellen dat bekende mensen en sporters daar wel onder lijden. Spelers van het Nederlands elftal durven geen penalty te nemen bij spreken, omdat ze bang zijn van ja, we krijgen dadelijk zoveel ellende over ons heen, omdat je een strafschop mist. Ja, mijn en dat kan je wel vormen, weet je. Je gaat er wel over nadenken. Ja, je gaat erover nadenken, maar je kan het ook gewoon niet lezen. Gewoon lekker laten lopen. Ja, maar dat doe ik dus nu. Ja. Ja, dat maakt het een stuk makkelijker ook. Ja, ik ben een stuk relaxter. Ik ben wat minder hard voor mezelf. Life goes on. En ik heb een prachtige carrière. En misschien zit er nog wat leuks in de tank. Is het mogelijk? Het 15 december begint het volgens mij officieel. Ja, helemaal goed. En die week daarna speel jij pas, toch? 22e. Ja. Dus we gaan de 19e weg. Kijk, ik heb natuurlijk bij mij thuis heb ik meer luxe natuurlijk. Hè. Dan kan ik gewoon eten en pakken wat ik wil. Ja, in plaats van dat je natuurlijk op een hotelkamer gaat liggen. Lekker badje waarschijnlijk. Maar daar heb je niks te doen. Saunaatje misschien. Ja, dus we gaan de 19e weg. Lekker met de boot. En dan 22e spelen. Ik weet met nog niet wie de tegenstander is. Waarom met de boot? Ja, ik heb geen zin om 7, 8 uur te rijden. Dan moet je via die treintunnel. Dus ik ga lekker via... Je gaat wel vliegen. Ja, maar we hebben de hond bij ons, dus dat wordt een beetje lastig. Oh, die vliegt niet graag. Nee, we kunnen de hond niet achterlaten thuis. Oh, okay. Dus die moet mee. Dus die blijft... Maar is het mogelijk, Raymond, in dit geweld wat er nu is losgebarst de laatste jaren? Ja. Is het nog mogelijk? Het is zeker mogelijk. Je hebt de Total Dart Kings, daar zit je bij natuurlijk, met de grote namen. Fantastisch team, echt helemaal top. Maar je moet ook realistisch zijn. Kijk, ik ben 56 jaar, er zijn betere darters op dit moment. Ik sta 29e. Mocht ik mijn eerste wedstrijd winnen, dan sta ik tegen Peter Wright. Die is zojuist Europees kampioen geworden, staat vierde van de wereld. Ja, moet ik hier dan gaan roepen als ik de laatste 4-5 keer van hem verloren heb? Van ja, dat doe ik even. Ik ga even die beker optillen. Opblazen die boel. Het geloof is er wel. Ja. En ik geloof dat alles kan als je wil en hard werkt. Maar het is niet realistisch om te zeggen, ik ga even de wereldtitel pakken. Daar ben ik niet voor in grootse vorm. Maar dat kan zomaar komen. Dat weet je niet. Ja, ik zou toch willen zeggen, draai het om en maak het positiever. Ja, nee, doe ik. Ik ben er helemaal klaar voor. Dat zou ik roepen. Jij ook, het? Ja, maar kijk, natuurlijk, dat kan je zeggen als je top 4, top 8 van de wereld bent. Maar ik heb natuurlijk ook genoeg meegemaakt de laatste jaren. Vorig jaar van Curran Price verloren. Die stond nummer 1 op dat moment. Maar alles kan. En geloof me, ze loten me echt niet graag. Weet je? Want ze weten echt wel, en Van Barneveld in vorm. Ja, daar moet je wel oppassen. Dan moet je wel uitkijken.